Goedemorgen of middag, weten we eigenlijk niet, hè? We gaan het vandaag hebben over paragraaf 4 van hoofdstuk 7, eigenschappen van machtsfuncties. En we gaan beginnen met de positieve machten, en wel gehele machten. Als de macht 1 is, I is X. Tot de macht 1 schrijven we alleen niet op. Rechte lijn, dat weten jullie allemaal wel. Als de macht 2 is, I is X kwadraat, krijgen we een parabool. I is X tot de macht 3, hebben we een slinger. I is X tot de macht 4, hebben we weer een soort van parabool. I is X tot de macht 5, is weer een soort slinger. En zo kan je zien dat bij een oneven macht heb je altijd een slingervorm. En bij een even macht een soort van parabool. We gaan natuurlijk weer ongelijkheden hebben zometeen, of krijgen. En bij een even macht heb je of twee oplossingen, één oplossing, of geen enkele oplossing. Vergeet niet bij twee oplossingen, met een even macht, dat je dan een positief antwoord hebt en een negatief antwoord. Bij een oneven macht heb je altijd maar één oplossing. Ja, dus x tot de macht 3 is 3 in dit geval. Dan heb je maar één oplossing. Houd er erg in. Ja, het domein van deze. Het zijn altijd alle getallen, mag je ervoor invullen. Ja, en bij een evenmacht, bij het bereik, heb je hier niks. Dus is het altijd 0 en groter. Bij deze ook. En bij een onevenmacht heb je ook weer als bereik alle getallen. Dat waren de positieve machten. Gaan we naar de negatieve machten. Tot de macht min 1 is beter bij ons bekend als 1 gedeeld door x. I is 1 gedeeld door x, bestond uit 2 delen. Let op, een verticale asymptoot en een horizontale asymptoot. Die verticale asymptoot moet je erg inhouden zometeen bij het oplossen van een vergelijking. I is x tot de macht min 2, ook 2 delen. En dat stukje wat hier net hier liep, dat worden nu ook positieve getallen. Dus vandaar dat de grafiek aan de of boven de x-as loopt. I is x tot de macht min 3, oftewel 1 gedeeld door x tot de macht 3. Hup, 2 delen. En I is x tot de macht min 4, ook 2 delen, maar dan altijd positief. Ook hier weer, je mag bijna alles invullen bij het domein. Behalve natuurlijk waar de verticale asymptoot zit. Want delen door 0 is nog steeds flauwekul en die mag je niet invullen. Houd er erg in. Het bereik, ook weer even kijken of die boven of onder de x-as ligt. Hè, bij een even macht. 1 is x gedeeld door 2. Nee, 1 is x. I is 1 gedeeld door x kwadraat. Heb je een even macht. En dan zit die alleen maar boven de x-as. Hou erg in je domein. Nou, dan hebben we als laatste nog de gebroken functies. Deze kennen we al. I is x tot de macht een half is gewoon de wortelfunctie. Negatieve getallen mag ik niet invullen. Er komen ook geen negatieve getallen uit, hè? Want dat kan niet bij een wortelfunctie. Bij I is x tot de macht 1 derde heb je de slinger. Hè? Die hadden we net zo lopen. Bij I is x tot de macht 3. En bij tot de macht 1 derde is die ook. Ligt die plat, zeg maar. I is x tot de macht min een half. En I is x tot de macht min 1 derde. Let goed op het domein en op het bereik. Nou, als je een ongelijkheid hebt, moet je altijd letten op het volgende. Eerst een plaatje maken en let op de asymptoten. Want de verticale asymptoot moet je meenemen in je vergelijking of in je oplossing. Houd er erg in. Nou, dat was paragraaf 4. U moet veel ongelijkheden op gaan lossen.